Ons huisorkest van vanavond, ik zei het wel met Evert, Overweg op drums, Koos, Serierse op bas, Keesje, Schrama aan de piano. En vooral Dim Kesber, die vroeger de steunpilaar was van alle grootste Nederlandse Dixieland-orkesten die 20 jaar geleden het vak verliet om zich te wijden aan de maatschappij. Hij is een belangrijk man in een grote internationale chemische industrie, mag ik wel zeggen. Is op vele verzoek toch weer teruggegaan naar zijn sopraansaxofoon en speelt nu met zijn drie muzikale maten Mack the Knife.